De organisatie voor gemeenschapswerk NACS heeft gisteren 12 bijzondere Surinamers geëerd. Zij deed dit middels het lanceren van de iconenkalender voor 2020. De 12 Surinamers worden geëerd omdat zij een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van ons land, allen vanuit de andere invalshoek. Sigmund Staphorst, de voorzitter van NACS, zegt dat de iconenkalender een belangrijke project is voor de Surinaamse historie. Het behoud van de Afro-Surinaamse cultuur en de nationaliteitsbeleving. Zij benadrukt dat NACS het zeer op prijs stelt dat de familie van de overleden iconen een bijdrage hebben geleverd aan de realisatie van de iconenkalender. En we hebben gemerkt, mensen, dat het heel moeilijk is om informatie te krijgen. De mensen bewaren hun informatie niet, hun documenten niet, hun foto's niet. En dat is echt iets waar we aan moeten gaan denken. Begin bij uzelf, begin gewoon al je foto's en alles wat je opschrijft ergens in een doos te zetten of in een kist, toch? Die insectenvrij is. Of laten digitaliseren, zoals we doen in het documentatiecentrum. En er zijn een paar kampioenen van iconen. U gaat straks kennis met ze maken, maar ik wil ze nu al noemen. Meneer Uden en mevrouw Mevis Noordwijk, zij hadden dozenvol informatie. Dozenvol, extra applaus voor ze. Zij hebben het begrepen. We hadden zoveel informatie dat het te veel was voor die expositie. Maar we hopen dat ze een plekje krijgen in het documentatiecentrum. Minister Lilian Verrier van Onderwijs vindt het initiatief van de iconenkalender erg belangrijk. De bewindsvrouw zegt dat het ministerie bezig is met het herschrijven van de geschiedenisboeken van de 5e en 6e klas van het basisonderwijs. Niet alleen de geschiedenisboeken worden herschreven, maar het totale curriculum. Dus dat onderwijs wat wij ze aanbieden, en ik denk dat er hier leerkrachten zijn, en het zal je pijn in je hart doen als je ziet dat we nog steeds dezelfde boeken gebruiken van 50 jaar geleden. Ik schaam me daarvoor. Maar goed, God heeft me daar gezet, niet zomaar. Omdat ik wel de opdracht heb van, nu gaan we het echt anders doen. Onze kinderen moeten leren vanuit de schoolbanken dat ze trots moeten zijn op wie ze zijn als Surinamers. Want dat is wat we zingen in ons volkslied. En dat ze al die rijkdommen die we hebben, zowel qua hulpbronnen, maar ook qua onze cultuur en alles wat het met zich meebrengt, dat ze daar trots op moeten zijn en dat ze dat moeten kunnen uitstralen. En dat ze kunnen worden die zelfstandige, geweldige Zuid-Amerikaanse Surinamer, die ook gelinkt is aan het Caribisch gebied. Minister Lilian Verrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Zij sprak gisteren bij de lancering van de iconenkalender 2020, uitgegeven door NACS. De launch vond plaats in het NACS-centrum aan de Thompsonstraat.